In Tilburg Spreekt stellen we de nieuwe gemeenteraad aan u voor. Iedere week leggen we een aantal leden een keuze voor, ontrafelen ze een Tilburgs gezegde en kijken we hoe goed zij hun stad kennen. Vandaag vanuit het park de Oude Veranden. In dit park staat een paviljoen dat is ontworpen door de Australisch beeldend kunstenaar Callum Morton. De naam van het paviljoen is Grotto en het bestaat ook uit een kunstmatige rots met een grot waar een schil van reflecterend glas omheen is geplaatst. En de raadsleden deze week zijn Bas Wildhagen. Hij zit in de raad namens de Partij van de Arbeid. Bas is een echte Tilburger die samen met zijn vrouw in een sociale woonwijk in Tilburg woont. 45 jaar is hij kapper geweest in de wijk Broekhoven. Volgens Bas gaat politiek om mensen en maken mensen samen met de politiek een leefbare stad. Bas blijft zelf graag dicht bij de mensen staan. En dat doet hij door veel de wijken in te gaan en samen met de Tilburgers aan de slag te gaan. Ruud van Es zit in de raad voor D66. Naast het werk als raadslid is Ruud jurist. In zijn vrije tijd luistert hij graag naar popmuziek en geniet hij van voetbal. Zelf is hij ook sportief en loopt hij mee met de Tilburg 10 Miles. Belangrijk voor de politiek vindt Ruud dat er een verantwoord bestuur is en wil hij ervoor zorgen dat het prettig wonen en werken is in de stad, wijk en buurt. De burgers moeten hierover meer zeggenschap krijgen. Joost van Puijenbroek is raadslid voor Trots op Nederland Tilburg. Joost is een geboren en getogen Tilburger. Al tijdens zijn studie bedrijfseconomie was hij politiek actief. Sinds 3 jaar werkt hij als interim professional bij grote bedrijven. In zijn vrije tijd gaat Joost graag naar het theater en brengt hij zijn tijd door met zijn familie. Met trots wil hij bereiken dat de Tilburgse politiek wordt geprofessionaliseerd. De komende jaren wil hij zich vooral inzetten om de inkomsten en uitgaven van de gemeente inzichtelijk te maken voor alle Tilburgers. Mark Vintges zit in de gemeenteraad voor GroenLinks. Mark heeft de afgelopen jaren aangetoond te beschikken over eigenschappen die van belang zijn voor het raadswerk. Hij is principieel, maar ook bereid tot het sluiten van compromissen. Mark heeft een omvangrijke bestuurlijke en maatschappelijke ervaring en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Naast werk als directeur van een woningcoöperatie in Dordrecht heeft Mark veel hobby's en heeft hij met zijn partner 2 dochters. Maar wat vinden deze raadsleden nu de mooiste plek van Tilburg? De mooiste plek van Tilburg? Er zijn een paar goede plekken, maar ik denk dat de goede plekken binnen de stad de mooiste zijn. En dat zijn de plekken die behoren bij de kloosters. Het mooiste plekje op de kaart van Tilburg? Ja. Ja, daar zit ik eigenlijk. En waarom vind je dat? Omdat dit rust geeft. Natuur. Hier ben ik graag, hier fiets ik vaak rond. Nou, Tilburg heeft heel veel mooie plekjes. Dat is in mijn eigen woonomgeving bij de Blaak, waar veel groen is. Centrum, ik kom heel graag in het centrum. Ik kom vaak bij het station en het hele winkelgebied en de Heuvel. Ik ben geboren in Zuid, dus daar kom ik dus ook nog wel eens een keer. En daar heb ik natuurlijk iets van oudsher mee. De mooiste plek van Tilburg? Dat is een hele goede vraag, want we hebben heel veel mooie plekken. Sowieso is de Heuvel al aardig opgeknapt. Maar als je me nou vraagt wat echt het mooiste stukje is, dan ga ik toch, en dan ga ik even spieken waar we hem hebben liggen, dan ga ik toch hier naar het Wandelbos en de Veranda. Ontzettend mooi gebied in de stad, waar het ontzettend mooi wandelen is, waar heel veel levendigheid is. Ik denk dat je dat als een van de mooiste plekken aan mag duiden. En als ik eentje bij mag doen, pak ik even kijken, dan gaan we naar de Hasselse Kapel, die ligt hier. Dat is zo'n rustiek stukje Tilburg, ook buiten de meimaand, geweldig om te vertoeven. De meeste plekken waar ik altijd kom, zijn de volkswijken. Even aanschuiven voor een kopje koffie. Even praatje maken als er problemen zijn. Dat is eigenlijk mijn werk wat ik overdag doe. En dan in het weekend is het vaak hier. En hier zo rondfietsen. De stad Tilburg maar is mooi omdat het een levendige stad is. Ja, het is ook mijn geboortestad, dus je hebt er een speciale band mee. Het is niet zozeer alleen om het groen, maar ook om het wandelpark. De mensen die elkaar daar ontmoeten, het sociale contact wat je daar nog ziet. Daar zie je nog dat Tilburg van oudsher dorpen zijn die aan elkaar gegroeid worden. Mensen die in het Wandelbos lopen, groeten elkaar allemaal. En dat is een stukje de Brabantse gemoedelijkheid en de Brabantse cultuur waar we trots op mogen zijn. En als je nu mag kiezen tussen 2 drankjes waarvan er 1 uit Tilburg komt, dan is dat makkelijk toch? Ik ga voor geen van beide. Ik ben opgegroeid in de sport.
het redelijk ver gebracht. En de sport, roken en drinken, was altijd schadelijk om je kwaliteiten tentoon te spreiden. Dit heb ik doorgezet. Tot op heden drink ik alleen maar water. Dus ik neem ze geen van beide aan. Ik zal er ook niet één druppel van pakken, helaas. Het zijn wel natuurlijk fantastische middelen. Vooral de Schrobbelair is een Tilburgs product. Maar ik wagen me eigenlijk niet aan, want ik denk dat ik niet meer heel uit thuis kom. Dat is geen moeilijke keuze. Ik ga voor de Schrobbelair. Het is een hele makkelijke keuze. Schrobbelair, dat hangt samen met carnaval in Tilburg. Ik drink het zo nu en dan. En dit weer is eigenlijk niet geschikt om het te drinken. Het is te warm. Dan denk ik dat ik de Schrobbelair kies, want die is ietsje zoeter dan de Jägermeister. Ik knip dat maar weg vanwege de merkennaam. En als je Tilburg bent, dan drink je natuurlijk Schrobbelair. Ik kies heel duidelijk voor Schrobbelair. Ik maak over het algemeen heel makkelijke keuzes, ja. Ja. Daar ben ik heel snel in vaak. Ik maak duidelijke keuzes en dat is niet altijd snel. Je moet zorgen dat de keuzes, je moet wel weten dat je je basiskennis op orde hebt. En dan bedoel ik dus, je moet wel je feiten kennen en je moet weten waar je over praat. In sommige dingen wel, andere dingen weer niet. Het heeft te maken met persoonlijke betrokkenheid. Als het gaat om moeilijke beslissingen in privéverband, vind ik het niet zo makkelijk om keuzes te kunnen maken. Mijn vrije tijd is natuurlijk schaars en dat is wel eens moeilijk om die keuze te maken. Maar als het gaat om de politieke keuzes, dan weet ik wel wat ik wil. Wij hebben natuurlijk als GroenLinks een programma. En daar heb je voor gekozen, daar ben je het mee eens. Dus dan verander je niet zomaar van standpunt. Je moet natuurlijk wel eens compromissen sluiten, maar dat is wat anders. Proost voor alle kijkers en op een mooie Tilburg voor alle burgers om in te wonen en te werken. We zullen een halfje nemen. Proost. En praten deze raadsleden een beetje Tilburgs. Ik kan redelijk plat Tilburgs spreken. Maar in de politiek is het eigenlijk wel op een gegeven moment een opgave om het op een gegeven moment toch op een nette manier te brengen. Nou, dat vind ik wel aardig. Voor zover ik het versta, dat doe ik redelijk, maar niet zo goed. Het is natuurlijk, als het echt plat is, is het, omdat het zo lelijk is, juist weer mooi. En dat vind ik eigenlijk de charme van het echte Tilburgs. Vroeger sprak ik alleen maar dialect, ik kon geen Nederlands. En dat zat me tot de middelbare school in de weg. En nu kan ik vrij moeilijk dialect. Als ik bij mijn ouders thuis kom, dan gaat het meestal vrij plat. En bij mij in de kast staat ook de Tilburgse dictionair. Om met name dat soort dialectwoorden ook nog eens op te kunnen zoeken. Maar ik spreek absoluut het Tilburgs. Vrije tijd kan ik af en toe wel het beste Tilburgse zinnen doorheen gooien. Jawel. Dat schuw ik ook niet, want ik vind het eigenlijk een mooie taal. Kwassen begossen. Kwassen begossen. Kwassen begossen. Al sla je me dood. Nooit van gehoord, maar ik ben wel heel benieuwd naar wat het betekent. Er zijn veel Tilburgse uitdrukkingen, maar deze nog nooit gehoord. Kwassen begossen. Ik heb geen idee wat het betekent. Nou, ken ik wel veel Tilburg. Kwassen. Kijken en niet kijken, maar kwassen. En begossen. Begaan. Ja, ik denk wel dat ik hem weet. Ik wou dat ze begonnen. Ik wou dat ze begossen. Kwassen begossen. Ja, dat zou je de politiek vaak kunnen zeggen, denk ik. Het wachten heeft te lang geduurd. Het wordt tijd dat we dingen gaan doen. Dus ik denk dat we hem eens in de fractiekamer op moeten gaan hangen voor bij de vergaderingen.